Gegroet internet, dit is Mr. Conquist hier en welkom bij de Mr. Conquist 2017 recap. Dit is de video waarin ik eventjes met jullie een terugkijkje ga nemen op wat wij allemaal de afgelopen... Zo, dat kwam er moeilijk uit. We gaan vandaag gewoon even kort gezegd eventjes kijken wat we allemaal in 2017 hebben meegemaakt. Dus laten we daar maar gewoon mee beginnen. We hebben hier een hele zoot aan video's die we kunnen bekijken. Dus dat zal vast en zeker heel erg lachen worden. Ik zet even mijn koptelefoon erbij op. En dan gaan we gewoon even een kijkje nemen naar de eerste video van 2017. De eerste video die ik in 2017 gemaakt heb was de We Zijn Terug video. Het was de video waarin ik vermeldde dat... Gaming NL terug was. En dan ging ik gewoon even een spelletje spelen of zo. Geen idee. We gaan gewoon even kijken. Hallo kijkers van Gaming NL. Mijn naam is Koen en welkom. Mijn stem is volgens mij niet heel veel veranderd. Ik hoor het nu al. Oh my god, dit is zo lang geleden. Oh my god, dit is zo lang geleden. Waar de hel ben ik mee bezig? Avondspeuntje en één verdediging. Het is best wel slecht eigenlijk. Maar dat maakt niet uit. En ze kosten maar... Nee, je kan er helemaal niks met die kaartje om, maar dat maakt helemaal niet uit. Ah man, ik ben wel lekker goed in het spel. Maar dit spel is zeg maar van... Ik heb best wel veel potjes verloren van Hearthstone, maar dat komt ook... Ik heb niet de beste kaart in het hele spel. En je hebt best wel goede kaarten nodig om echt een beetje goed te worden in het spel. Face is zeg maar mijn hero aanvallen. Ik gebruik mijn inventor. Volgens mij heb ik dit ook nog eventjes gedaan op mijn scheidcomputer, maar... Ik kan me ook vergissen. Want ik had hiervoor volgens mij ook nog de unboxing. Oh ja, dit was nog op mijn nieuwe PC. Oké, geinig. Maar toen destijds heb ik ook nog een aantal dingen gedaan dat heette kinderspellen. Dus dan ging ik bijvoorbeeld een spelletje spelen zoals Freddy Fish. Namelijk Freddy Fish, de zaak van de gestolen trompetschelp. Een spelletje uit mijn kinderjaren. De kwaliteit ziet er niet uit. Het is echt een blurry mess gewoon. En dit is geüpload. 1080p 50 frames per seconde. En het ziet er zo uit. Hoe krijg ik het voor elkaar? Dus dat verloopt heel veel goed. Ah, daar zijn ons. Het is een fantastisch spelletje, dus dat verloopt... Oké. De logica is echt geweldig hier. Wat de heck. Oh ja, deze video. Maar toen destijds had ik ook wel even bekendgemaakt dat ik dus een fan was van My Little Pony. Waar ik dus sinds kort deze van heb. En toen besloot ik op een gegeven moment gewoon van... Weet je wat, ik ga gewoon een MLP fanmade game spelen. En daar is uiteindelijk dit van gekomen. Hartstikke reinig. Kijkers van 2Gaming.nl, mijn naam is Koen. En tof dat je kijkt naar een nieuwe Let's Play hier bij 2Gaming.nl. Dan ga ik hier waarschijnlijk ergens comments voor lezen. Ja, daar heb ik hier allemaal comments voor gelezen. Oh man. Waarom? Waarom ook? Waarom? Welkom bij My Little Investigations, dames en heren. Ik wou bijna My Little Pony zeggen, volgens mij daar. Het is ook een My Little Pony game, maar het is eigenlijk My Little Investigations. Heb ik ook gewoon letterlijk vriendschap is betogen met de slogan van MLP gebruikt. Oh man, wat heb ik gedaan? Maar op een gegeven moment besloot ik ook gewoon eventjes om de hele structuur van mijn kanaal om te gooien. Omdat ik de structuur die ik had gewoon niet echt heel prettig vond. Ik heb hier allemaal video's gemaakt om eventjes een andere stijl uit te proberen. Zoals ik heb op een gegeven moment gewoon in een wanhopige poging tot populariteit of zo een funny moments video gemaakt van video's van de Mad Luigi. Dit intro, oh... Ik heb er zoveel tijd aan gehad om deze te maken. Dat is echt niet normaal. En toen besloot ik maar gewoon het intro van de Mad Luigi te gebruiken, omdat... Geen idee, vond ik leuk. Deze video heeft me zoveel tijd en moeite gekost. Oké, ik praat er wel over. Lekker veel schreeuwen en lachen. Vond ik wel een leuke titel. Dit vooral, die tekst animeren was echt een klus. Was echt een zware klus. Met je gebruik... Je speelt Five Nights at Freddy's zonder facecam. Wat een teleurstelling. Ah, ik kan niet. Ja, maar dit is gewoon een geinig iets. Het is heel kut, dus koop het niet. Ik vind het zo leuk om dit te zien. Het is echt geweldig. Een van die vele dingen die ik ook een tijdje heb gedaan, dat was dus Minecraft Java.
heb ik 2 episodes van gehad. En toen dacht ik van, weet je, ik hou er maar gewoon mee op. Oh ja, ik weet nog wel dat ik heel erg gefrustreerd was. Omdat ze Java Edition erbij hebben geplakt. Ik weet nog steeds niet waarom. Minecraft Java Edition erbij te gooien. Ja, ze hebben gewoon serieus onder de originele titel gewoon... Ik blijf er gewoon bij dat ik het gewoon heel erg raar vind dat ze Minecraft gewoon voor de computer Java Edition hebben genoemd. En weet je wat nog het ergste is? Windows 10 Edition is nu gewoon normaal Minecraft geworden. Hetzelfde geldt voor Pocket Edition. Ik vind het nog altijd nergens op slaan. Ik weet nog wel dat ik comments heb gehad. Waarin mensen zeiden dat ze Minecraft weer wilden zien op het kanaal. Maar op een gegeven moment Maar ik vind het gewoon niet zo leuk meer om op te nemen. Ik weet niet. Het is gewoon niet mijn ding meer. En ding wat wel echt nieuw is op dit kanaal. Dat zijn dus de MLP reviews. Waar ik echt zo weinig van heb gezien in YouTube Nederland. Sterker nog, ik heb echt helemaal geen MLP-reviews gezien op YouTube. Nederland in ieder geval. Ik heb heel veel MLP-reviews gezien van anderen. Van Engelse kanalen, maar niet zoveel van Nederlanders. Dus ik ben in dit opzicht best wel uniek. Brony Reviews is om te beginnen een review. Dus ja. Te beginnen met de aflevering van vandaag. De episodes die heb ik trouwens heel zwaar bewerkt. Omdat anders dan zou ik... problemen krijgen met copyright. Bedankt voor je leuke comment trouwens, Jeffrey. Dus ja, dit was Mr. Koenkist 2017. Heb ik spijt van sommige video's? Ja, best wel. Sommige video's waren voor mij echt ongelooflijk slecht. Ik kan gewoon nog steeds niet geloven dat ik die video's nog steeds online heb staan. Maar het is op zich wel even leuk om eventjes terug te zien zo nu en dan. In ieder geval jongens, ik wil jullie allen bedanken voor een fantastisch 2017. We hebben 136 abonnees bereikt in een paar jaar tijd. Het kanaal begon ergens rond 2016, geloof ik. Ja, de eerste video van dit kanaal werd geüpload op 11 april 2016. Dus ja, 136 abonnees in 2 jaar tijd vind ik een redelijk goed aantal. En ik hoop nog veel meer te kunnen bereiken in 2018. Niet dat mijn primaire doel is. Mijn primaire doel is gewoon plezier te hebben in het maken van video's als deze. Maar het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als we meer kunnen bereiken dan dit natuurlijk. In ieder geval jongens, ik wil jullie bedanken voor een fantastisch 2017. Ik wil jullie nog even snel een fijne jaarwisseling wensen. En geloof me, 2018 wordt echt een fantastisch jaar voor dit kanaal. Dat kan ik je nou al vertellen. Ik heb al een aantal dingen in de planning staan voor 2018... Wat ga ik nog niet verklappen, dat zie je allemaal dan wel. Maar ik kan je wel vertellen, het wordt groots. Echt groots. Ik hoop dat jullie met me meegaan op dit avontuur. Als jullie met me meegaan op dit avontuur, zou ik hartstikke tof vinden. Doe dan even dat duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal hier beneden. En dan zie ik je graag in 2018.